De bekende Kaseko-zanger Marciano Leyman, die op 28 december 2017 overleed, is gisteren onder grote belangstelling ten grave gedragen. Namen om enkele optredens te verzorgen in het kader van het 25-jarig bestaan van zijn band The Gabbian Boys. De zanger was op 28 december thuis en voelde zich plotseling onwel. Kort daarna stierf hij. Volgens mede voor zanger van de band, Live Mobradi Banti Mario Kumpai, meer bekend als Lonely, is dit een groot verlies voor zowel Suriname als Europa. Kumpai vertelt wat hij zich van de overleden Leyman kan heugen. Marciano Leyman misaga mai ni libite ko easy man ama be wan de given is a bit ka valo bi la fu no cha mai feti ar wi siwa feti ga ba ba ta eta ka no ko ni ka santa ti en a daro mi sha la san fo man ko so mo ti de is a bit en a mambe de wa masane latino it dat mi wan ta e ku toni de u fanen ama na latino it play ama fo she de libia la u ya ama dat na wa ma na disciplina en daro mi sha successful is a pakke discipline out in na san sai uni ala san dat ni go sai for a mo shiti moment di mian ama ya me kemina a hier sta tour a in Nederland ja pia ma singi wan poko pe mi eta ki a ma wan a jaki famille da ma singi wan poko fu doing libi de mi shi wa uma da long kong ja hai dansite ana apoko fa ma sabe sigi funa di ai buka dai sabe suar ambe poko ni ya ma en elko fa na mo fu mo pe me ke pro me la na pe mi sita ki ai ama ya na wan pe ma en changa ti de sta ka ma be de wan pe ma dat ina mo men sa me ke fo ma pe mi sita ki ai ma be wa e sta pe ma. De drummer van Live Mobradi Banti, Antonio Simon, meer bekend als Tommy, zegt dat de band door Leyman grote bekendheid heeft verworven. Simon vindt dat andere artiesten een voorbeeld kunnen nemen van het leven dat Marciano Leyman heeft geleid. Look how alive Marciano. Marciano is de one echt succesvolle zanger. In carrière, samen met Aine Libi, is het moeilijk om te maken voorbeeld. Dan denk dat hij een apoku wereld, een kaseko wereld, kan veranderen. Maar als je nu een wamaletje te balen hebt, maar als je nu de wamaletje te disciplineren, maar als je nu de wamaletje de 100% bakasai doet, dan ben je een vijandschap. Dus, nou wat mooi was. En dan moet ik echt wat op de balen. Dus, nu word ik alles aan elkaar. Dus, alles aan elkaar. Zang en vier. Want, pas voor het marsje aan de Leyman doen. Echt wat lastig. Maar wat klap je alles aan elkaar. Antonio Simon, de drummer van Live Mo Bradi Banti. Hij sprak voor de terradebestelling van Marciano Leyman. De begrafenis vond plaats te Brokopondo Centrum.